volgende driver impression. Weer in het Nederlands deze keer. De Jaguar G3. De Jaguar G3 die wordt al even niet meer gebruikt in het GT3 platform. Voor zover ik weet. Gebruikt door Emil Frey Racing Team in 2014-2015. De wagen zelf komt in 2012 zoals hier staat. En dat zie je ook meteen wel terug, omdat er toen veel meer aerodynamische restricties waren. Dus er is niet heel veel downforce op deze wagen. Ook al zou ik niet zeggen vanwege de diffuser, want dat is toch best wel een flinke. Deze auto is slippery en slidy en is in algemeenheid niet vriendelijk voor zijn berijder. Als je hem weet te temmen daarentegen, ja, dan kan je hier best wel leuke tijd uithalen. Weten er natuurlijk wel dat hij het niet op zal leggen, op zal halen bij de nieuwe auto's die vorig jaar, dit jaar uitgekomen zijn, die GT3. That's it. Dan gaan we eens even een stukje racen. Een stukje rijden. Zoals bij elke driver impressie doe ik dat op Paul Ricard. Waar je ook goed de topsnelheid kan meten van de auto's en het gedrag in langzamere en medium en snelle bochten goed kan zien. En een standaard aggressive pressen. Aggressive setup. Zo. Green light, green light. Go, go, go. Daar is heel duidelijk Amy Frey Racing. Dat was het enige team dat de G3 heeft gebruikt. En een nadeel, de check your driver, die werd ook de nummer 54 ding op. Als je een repaint maakt met een ander nummer voor jezelf, wil je dit niet op je stuur hebben staan. Dat vind ik een klein minpuntje. En voor de rest, typische 2012 uitrusting. Geen scherm binnenin, alleen de spiegels binnenspiegel, buitenspiegel. Vrij simpel display. De wagen wordt aangevoerd door een 5 liter V8. Ilmor, als ik het goed begrepen heb. Klinkt lekker rauw, maar niks bijzonders. De rest. Ook hier ruitenwissel midden. Maar weer op de Aston Martin. Het gaat trillen in de wind. Wat meteen opvalt met deze auto, hij wil niet liggen, hij wil niet weg. Als je een klein knaagje uit de kruis. Dus als je het vanwege de motor voorin, dan moest je voorin weg naar buiten de bochten. Dus veel correcties slagen. Glijden. Dan was dit een meest mooie manier. Best aardige snelheid in de auto. Vergeleken met de booster, met ruim over de 270 gereden. Ruim 70 gaat hier op. Deze vorm is niet in de stuur. Makkelijke auto om te rijden. Dat maakt het leuk. Het is niet dat deze met gevechten wil zijn. Deze auto. Ja, de races die je hier ziet. Race out. Line niet. Het is niet fijn, maar alleen maar hetzelfde type auto. Heeft iedereen hetzelfde auto. En dat mag. Kijk, tijd neer te zetten. Iets langzamer. Is de
bedankt voor ons. Echt goed om nog even de meeste dingen te blijven. Deze auto is er ook met een moment verloren. Rustig blijven ze echt team met deze auto te beheersen. Deze bocht heen. Alle andere zo. Wat een helder is. Je gaat dus glijden. Het signaal op de temperatuur van de banden rechts en rechts onderin. Voor de banden vreet ik. Ik vond het echt. Ik denk dat het een race is. Ik doe het niet van banden. Maar ik weet niet. Ik denk dat je van de banden is soms uit. Ik doe een langere race gebruik deze auto. Buiten vind ik het geluid ook niet heel indrukwekkend vergeleken met andere auto's. Het grootste deel is een V8, maar dit klinkt een beetje iel. Neem wel mee, de Jaguar is een van de eerste auto's die de ACC bood. Dus ik weet ook niet of het wegliggingsgedeelte, daar moet ik heel veel aan getweakt in upgrades. Ik weet niet of dat hier het geval is geweest, dat ze gewoon hebben gezegd we stoppen met de ontwikkeling van dit model. Van het geluid, dat kan natuurlijk. Ik zie ook nooit online iemand deze auto gebruiken verder meer. Ik krijg best wel veel online races, maar niemand neemt nog deze auto. Het kan natuurlijk zijn dat het competitief is. Het kan natuurlijk ook zijn vanwege het esthetische verhaal hierin. Wat ik al aanhaalde aan de interieur en het geluid. Wat ik wel weer leuk vind, de liefde mogelijkheid met de Jaguar achterop. Dat is natuurlijk wel iets wat kenmerkend is voor
voor de auto. Maar het is een moeilijke auto, hij is slippery, hij is glijderig. Leuk om te trainen. Als je met een wat lossere auto zou willen oefenen, dan is dit wel een leuke auto om mee te trainen. En ik zou cup races te doen. Als iedereen hetzelfde euvel heeft, heb je wat minder gedoe. Maar neem deze auto in een race met de wat tijdiger, wat huidige GT3 auto's. Eigenlijk ben je gewoon niet competitief. Persoonlijke waarde zeg ik, te veel worsteling met de auto om maar competitief te kunnen zijn. Te veel ergernis, dat zou zijn. Dus ik zou deze auto niet zo snel kiezen. Iets mee te rijden, een race mee te rijden. Maar hij heeft wel looks. Eerlijk is eerlijk. Dit was de Jaguar. Ik ben heel even offline. Even de volgende auto's uitzoeken. En dan kom ik weer terug.